Hoe kan het nou dat veel mensen met die narcistische persoonlijkheidstrekken toch in een leidinggevende positie terechtkomen? Ik denk ik 2 of 3 oorzaken. De belangrijkste is, mensen met die persoonlijkheidstrekken die hebben een enorme behoefte om daar terecht te komen. Ja. Er zijn ook mensen die geen president zouden willen zijn. Ja. Precies. Dus er is een hele sterke wens. En wat narcisten ontzettend goed kunnen. Misschien wel het enige voordeel dat narcisten echt objectief hebben ten opzichte van mensen die wat minder hoog scoren op die persoonlijkheidstrek, is andere mensen de indruk geven dat ze bepaalde competenties bezitten die ze in werkelijkheid helemaal niet bezitten. Dus narcisten worden vaak als ontzettend competent waargenomen. Ja. Waardoor ze ook op veel jongere leeftijd en zonder de benodigde kwalificaties in leidinggevende posities terechtkomen. Ze komen als het ware bovendrijven in het sociale systeem, bijna automatisch. Ja. Zelfs kinderen al. We hebben het ook onderzocht in schoolklassen. En dan zie je ook dat kinderen met narcistische trekken